Wij hebben echt een hele rare nacht achter de rug. Ja. Het is eigenlijk een soort van stoel en rek. Er staat namelijk iets in het boekje. Oh jezus. Wat is... Mijn kat is echt... Die kaktus is... Dat is echt mijn vriend. Die kaktus is zo raar. Maar... Ik kreeg net ineens een cadeautje. Ja. Hi. We hebben weer wat leuke dingen te laten zien. Ja, de slaapkamer. Er komt er nog één aan. Dezelfde voor in de kleedkamer. Ik wil je nog even vertellen waar we achter zijn gekomen met de oprit. I just wanna see where your love can take me. When I'm with you, no, the world won't break me. Hi, lieve tatties. Welkom bij een nieuwe video. Wij hebben echt een hele rare nacht achter de rug. Ja, ik voel hem ook gewoon helemaal doorsluimen deze hele dag, dat weet ik zeker. Om 2:30 s'nachts hoorden we ineens gestommel, de honden rennen en blaffen. Ja. Dus wij zaten echt rechtop. Maar niet heel hysterisch, maar echt gewoon een keer blaffen en weer stil en... Een beetje rond huppelen en weer blaffen. En... Ja, maar ik voelde ook wel een soort van schrik, zeg maar. Dat dus dat ik hoorde de mand echt schuiven. Ja, het doek. En nou ja, en dus wij zaten rechtop en instinctief stieren we naar beneden. Ja. Dat jij bent altijd eerder dan ik. Ik dacht even wakker worden. Ik denk, wat gebeurt er allemaal? En René die rent gewoon zonder kip. Zonder kip. Zonder kip. Meestal ren ik zonder kip naar beneden. Als een kip zonder kop. Ja, dat ik achteraf denk, was dit wel zo slim? Stel je voor. Ja. Dus we komen beneden. En Mootje stond eigenlijk een beetje naar de tuin te staren. Oh ja, dat... Ja, jij kwam later aan natuurlijk. Dus... Ik in de tuin kijken van, staat er iemand? Ik bedoel, ja, je weet maar nooit. Aan de overkant van de sloot dat er iemand staat. Ja, precies. Dus ja, we konden niks zien. Voor in de tuin ook niet. Nee. Bij de deur, dat je echt denkt, we hebben iets open laten staan of iets. Dus, maar we schrokken ons helemaal dood. En Mojo, die was me echt een partij onrustig. Het was net Reggie. Gewoon hoe Reggie normaal is. Het was alsof hij onder spanning stond. Ja, het was echt... Hij was aan het blaffen en hij was de hele tijd aan het rennen. Hij kon niet meer normaal lopen, maar als hij ergens heen ging was het echt een beetje rennen. En het leek heel schattig, maar het was eigenlijk gewoon pure angst. Ja, dat denken we wel, ja. En als hij dan zo... plat in zijn nek. Ja, weet je, normaal als hij dan zo lekker ontspannen zit, dan zitten die oortjes een beetje zo. En nu stonden ze echt zo naar achter. Had hij echt zo'n strak kopje ineens. Ja. En hij liep maar achter ons aan en hij deed achter... Jesse! Ja? Gaat alles goed? Ja. Ah, dat is op de tablet. Ik hoor dat zo'n piepje. Ik denk, wat is dat nou? Ah, hier ben ik weer. Ja, dus, en af en toe deed hij zo... Deed hij zo, weet je? Het was meer een... Ja, vond je? Ja. Oh. Dat kwam echt vanuit zijn longen. Ja, het was echt dat we dachten, what's going on? Dus wij de tuindeur opengezet van, ja, weet je, misschien moeten ze even naar buiten. Ja. Ik dacht, ja, we zijn niet zo vergeten uit te laten of zo. Nou, eigenlijk wilden ze niet echt naar buiten. En ze hebben ook niks gedaan. Maar hij bleef maar onrustig. En op een gegeven moment dacht ik van, nee. Dus op een gegeven moment kijk ik, zie ik ineens echt een streepplas, zo ook voor zijn mand. Ja. Dus het leek ook, sorry. Dus het leek ook echt alsof die, zeg maar, een soort van geschrokken is. Een soort van angstplasje heeft gedaan, een schrikplasje. En nou, het was heel raar. Het was niet Mojo, weet je wel. De oude opa Lobbes. Het was echt, ja. En ik, wat is er nou aan de hand? Dus op een gegeven moment dacht ik van, nou ja, weet je, ik ga toch maar met ze even naar buiten. Om 2:30 s'nachts. Even voor de deur. Ze hebben wel allebei geplast en gepoept. Dat vond ik dan wel weer opvallend. Terwijl, ze zijn wel gewoon uit geweest. Maar goed. Maar het hield daarna niet op. Ik dacht op een gegeven moment, nou oké, weet je wel, we gaan naar boven, we gaan naar bed. En ineens hoorden we het weer hoor. Doe-doe-doe. Nee. Mojo die komt naar boven. En normaal is het echt gewoon 3, 2.
Ja. En die was echt gewoon tree. Ja, zo van, ik wil naar boven. Ja. Dat is echt alsof hij bij ons wilde zijn. En dus ik hem naar beneden, ik ben even bij hem gaan zitten. En hij was nog steeds heel onrustig. Hij reed met zijn hoofd zo naar me toe. En dan ging ik aaien en dan wilde hij ook weer weg. En het was, ja, het was heel gek. En op een gegeven moment heb ik hem eigenlijk een beetje naar de mand gesleept. Zo van, kom op, even hier gaan liggen bij Reggie. Reggie die zat er ook echt bij, zo van, what's going on? Het is 2:30, dude. Echt een... Ja, zou ze echt denken, het is 2:30. Ja, ik denk wel. Het is donker, we moeten slapen. Nee, ik denk gewoon echt, het is 2:30. Wat doe je? Maar ze zat... Oh, doe ik het weer. Ze zat echt zo, met die oortjes zo en die ogen echt zo van... Jezus, wat gebeurt hier? En nou ja, toen is hij uiteindelijk wel gaan slapen. Ja. Maar ja, het voelt heel gek. En toen ben ik even gaan opzoeken van ja, hond oude hond ineens onrustig. Ja, en toen stond er toch dat het te maken kon hebben met blindheid, doofheid of dementie. Ja. Ja, dat ze ineens heel aanhankelijk worden. Ja, nu we erover nadenken, zijn ze eigenlijk nog aanhankelijker dan normaal. Hè, vooral Mojo, ja, inderdaad. Hij loopt Mojo de hele tijd achter je aan. En Mojo is de enige die telkens naar boven probeert te komen met de trap. Ja. Ja. Ja, de lift werkt nog niet. Nee. Dus ja, we denken toch dat onze oude Mojo aan het dementeren is. Ja. Maar ja, wat doe je dat tegen? Echt, de eerste tekenen van echt ouderdoms ja. Aftakeling. Ja? Dus maar ja, ik kwam daarna toch weer erg moeilijk in slaap, moet je zeggen. Dat je toch een beetje zoiets hebt van... Ja... Was het echt zo'n uitspatting en ligt hij morgen ineens stijf, zeg maar. Maar toch niet. Hij was wel een stuk rustiger dan vannacht, maar hij was nog steeds een beetje onrustig, hè, zei jij. Morgen? Ja. 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 Hij is dan ook al 11 jaar en 4 maanden, hè. Dus, ja. Voor een bulldog die gemiddeld 8 worden ongeveer. Hey, ik ga hem klaarmaken. Helaas moet Sergio weer werken. Ja. Maar ja. Maar ja. Moet ook brood op de plank blijven. Ja, zo is het, hè. Dus ja. Ja. Nou, ik denk dat ik heel misschien met Jessie even naar de plantenzaak ga of zo. Want ik ben gisteren aan mijn moeder... IKEA geweest. En toen vond ik deze schattige ananasplant. Dat is toch te cute gewoon. Dus, maar daar moet ik even een leuk potje voor vinden. Want ik vond ze daar een beetje te saai. Een beetje te gewoontjes. Verder heb ik 2 spiegeltjes gekocht. Die heb ik nu nog even uit elkaar. Ik weet nog niet precies hoe ik het ga doen. Maar ik heb deze... En ik denk dat ik het leuk vind om deze hier te gaan hangen. Het is een beetje moeilijk zo in je eentje. En ik heb nog een spiegeltje voor in het toilet. En dat is ook een hexagon. Dat vond ik wel grappig. Maar als ik hem hier laat staan, is het een beetje veel. En ook deze heeft een... ketting. Dus ik dacht, misschien is het leuk om hem zo op te hangen. Een beetje zo dwars eroverheen. Je wil hem ook niet over het gat, want dan is heel het effect weg. Hij moet ook niet te hoog, want dan zie ik weer niks. Je wil hem ook niet te veel opzij, want dat is niet handig met de wasbak. Ja, want je mij niet allemaal over na moet denken met een spiegeltje. Dus ik denk dat het hier gaat worden. Maar goed. Sergio heeft het al druk genoeg, want hij heeft een oprit te doen. Vaak nog kleine dingetjes, zeg maar, bijvoorbeeld zoals hier de knop ophangen is ook nog niet gebeurd. En de haakjes, de vogelhaakjes, die wilde ik eigenlijk ophangen, maar Sergio zei dat is geen goed idee.
Want het zijn plakhangertjes. En ja, dan zouden we hem gaan plakken op het behang. En hij denkt dat dat behang gaat scheuren en het dan niet gaat houden. Aangezien we de jassen aan willen doen. Dus dan moet er waarschijnlijk een schroefje doorheen. Gedoe. We willen weer eens wat. Goedenavond. Nou, ik heb een pakketje gekocht. Die ik vond dat wel leuk zou passen in de logeerkamer. Het is eigenlijk een soort van stoel en rek. En ik dacht, nou, dat vind ik wel leuk, want je gaat toch niet uitgebreid zitten in de logeerkamer waarschijnlijk. Maar het is wel handig om even ergens op te kunnen zitten om je schoenen en zo aan te doen. Dat het toch handig is om ergens even het een en ander op te hangen. Dus ik zag deze en toen dacht ik, ik neem hem mee. En ik ga even kijken of ik hem, en ik ga even kijken of ik hem zelf in elkaar kan krijgen. Ik had ook een hele leuke kledingkast gezien. Ook met een hanger en wat dingen waar ik kon opbergen. Vond ik erg leuk. Maar die was op dit moment niet bestelbaar. Hopelijk is die er vanaf oktober weer. Dus dan ga ik even kijken of ik hem dan nog kan bestellen. Mojo die had vandaag weer een hele gekke bui. Eigenlijk wat hij gisteravond ook had. Ik heb het opgenomen met mijn telefoon. Ik zal het je even laten zien. Wat is er nou? Wat is er nou met je mo? Wat is het? Wat is er met je? Hé, wat is er met je? Wat is het? Waarom maak je zo'n rare geluiden? Hé. Waar ga je naartoe? Wat ga je doen? Wat is er, man? Hé, hey, wat is het? Wat is er, schat? Wat is er, schat? Hé. Hey. Reggie, laat hem eens met ons. Wat is er, man? Reggie, ophouden! Wat is er, schat? Zit er iets in je oor? Reggie, ga zo. Wat is het? Wat is het, jongen? Wat is het? Ja, het is echt een beetje gek zoals hij zich gedraagt, niet zichzelf. Dus ja, Ik kijk het even aan wat hij allemaal doet. En dan ga ik mogelijk maandag maar even de dierenarts bellen. En kijken wat die ervan zegt. Nou, je gelooft het niet, maar hij zit in elkaar. En gewoon in één keer goed. Ta-ta-ta. Kijk. Daar staat hij dan. En dan lijkt het me leuk. Als ik daar dan bijvoorbeeld wat slofjes onder kan zetten. Een beetje een gastenpakketje. Lijkt me geinig. Maar eigenlijk wil ik dus ook daar nog iets van een kastje. Dus even kijken. Maar deze vind ik al leuk. Goedemorgen! Het is weer een nieuwe dag. En mijn vriendin Ellen en het hele gezin die komen gezellig langs. Ook leuk voor Jessie. En in het grote pakket wat ik gisteren liet zien, als het goed is, is onze lamprailsbak binnengekomen. En Sergio die is er klaar voor om een gat te gaan boren in het plafond. Dat is altijd spannend. En ik ga er maar weer bij staan met mijn stofzuigertje. Stofzuiger. Dus here we go. Ben je klaar voor? Zie je die schroefjes liggen? Ja. Kun je daarbij, denk je? Ja.
Geef maar eentje aan, alsjeblieft. Dankjewel. Gaat het goed, Jessie? Doe je vingers zo, zodat je er tegenaan kunt en niet je vingers afsnijdt. Want als je zo je vingers doet, oh, oh, zie je dat? Dan zit je er bijna op. Dat doen we zo. En dan halen we het mes naar voren en weer terug. Mag ik dan even proeven? Zo meteen als het klaar is, kunnen we proeven, schat. Zie je dat? Dat gaat makkelijk, hè? Oeh, jij kan echt goed snijden. Ellen en Vincent zijn gezellig langs geweest en we zijn eventjes naar de speeltuin geweest. Het was heel gezellig, lekker weer. Sergio die werd helaas opgeroepen voor zijn werk, dus ja. Die heeft er weinig van meegekregen. Maar hij is nu weer thuis en lekker aan het koken met Jesse Silver. Heb jij dat helemaal gesneden, jongen? Goed hoor. Dit hebben we zo lang. Ja, ik zie het. En dan kan ik nu deze opeten. Niet in je mond. Ik doe het net. Nee, maar... Kijk maar, dan kan je lekker opeten. Oh ja. Oké, dan nou, kunnen we bijna eten, hè? Lekker. Kom lekker zitten. Nachtdienst zit er weer op. Ik ben weer een beetje boven Jan. Ik ben altijd zo van slag van zo'n nachtdienst. Blech. Maar het zonnetje schijnt. Het is 1 uur. René en Jessie die zijn even lekker met de fiets naar het tuincentrum. En ik ga de lamp ophangen. De gaatjes zijn geboord. De plug zit erin. Ik moet wel zeggen, er zit een systeempje bij. En je hebt daar een oogje en dan heb je dit ding, die gaat in het plafond en dan dit ding gaat daar weer in. En aan de buitenkant komt dus, ja, zonder dat extra lusje daar, kijk, heb ik hem nu scherp, ja. Komt dus nog een dingetje te hangen. Die vind ik niet heel mooi, maar ik heb nog niet echt een constructie gevonden waar ik hem weg kan laten. En het is natuurlijk wel een extra veiligheidje, dus ik laat hem voorlopig lekker op. Nou ja. Schroef je erin en dan op hoogte hangen. Dus let's do this. De lamp hangt. Nou, alleen nog eventjes. Het is donker, hè? Even op de juiste hoogte. Juiste hoogte hangen. En dan. Want lampjes erin. Dan ben ik nog op zoek naar. Die smartlampen. Zodat je ze op een afstandje aan en uit kan doen en wellicht van kleur veranderen en een beetje dimmen en dat soort dingen. Die heb ik gevonden. Die waren niet zo super duur. Ik had alleen twee verschillende in gedachten. Om en om. En dat vond René niet zo mooi. Dus daar gaan we straks nog eventjes over verder bakkeleien. En dan kunnen we de lampen ook bestellen. Maar ik heb voor de tijdelijke sfeer nog eventjes van die grote IKEA spaarlampen. Niet heel mooi. Maar we hebben in ieder geval... Hier een lampje hangen. Zo ziet hij er dus uit met een wat beter licht, want het wordt nu buiten wat donkerder. Wat vind je ervan, schat? Heel vet. Ja, ik ben heel blij. Mee. Hangt mooi, hè? Ja. Morgen komen de lampen binnen. Zo kunnen we hem ook, wat dimmen. En dan zijn alle pitjes gevuld. Pitjes. Fittings. Mooi. Goedemiddag. Hoi poepie. Hi baby. Nou, ik heb vandaag weer even een paar uurtjes gewerkt. En Sergio ook. Sergio was alweer heel goed bezig met de, hoe noem je dat ook weer? CV? Nee, boiler, maar we hebben geen CV. Dat wordt nog niet zo makkelijk als dat ik dacht. Gaat nooit zo makkelijk als we denken. Er staat namelijk iets in het boekje. Oh jezus. Nee, die heeft er niks mee te maken. Die staat er niet in. Wat dan? Nou, wel iets met hardheid van het water. Hoezo? Het moet minimaal 12 F zijn. Ja? Ja, en ons water is 0. Oh.
Dus we hebben nu een boiler waar we niks mee kunnen. Ja, ik weet niet wat de consequenties zijn. Als we hem toch gewoon aansluiten. Maar ja, wel weer leuk content voor jullie. Hè? God, oh straks man. Het water naar beneden komt sijpelen. Nee, dat is echt niet. Nee, dat wil ik echt niet. Geen idee. Ik ga het even googlen. Ja. Of, ik ben vandaag erachter gekomen, DuckDuckGo. Heb jij er wel eens van gehoord? Nee. Dat is ook een zoekmachine. Oh. En Google doet bij ons heel moeilijk op het werk. Het is allemaal een beetje beveiligd en zo. Maar DuckDuckGo, geen probleem. Oké. Okay. Dus mijn collega die zei dat. Ik zeg maar, ga ik Chinees bestellen of zo? Nee, is goed, je weet toch. Ja, toch. Gewoon een eentje bestellen. Lekker gebraden eentje. Maar dat was een zoekmachine. Oké. Okay. Nee, ik ken het niet. Ik denk, neem in de maling. You take me in de mailing? Ja, you take me in de mailing. Nou, Sandra, die belde me op. Goh, wat ben jij? Ja, ik belde jou op, ja. Op mijn werk? Hoezo? Nou, is er een reden dat de achterdeur en de garagedeur nog open staat? Ja. Is daar een reden voor? Oepsie. Doen ze dat nog steeds onder de noemer chemo brein? Ik gooi gewoon alles daarop. Mag dus ik nog een smoes gebruiken? Dus jij pakt de fiets, zet Jessie in de fiets. Nou, eerlijk. Gaat naar voren. Ja, maar even eerlijk. Is gewoon weg. Ja, maar even eerlijk. Het is best wel een gedoe nu, want ik kan dus het niet... Het is sowieso een gedoe, het is sowieso een ik kan mijn fiets, die bestoel, ik, daarom heb ik hem nu even in de voertuig gezet, maar ik, als ik hem uit de garage moet halen, ik kan hem nu met die oprit, met al die losse stenen, niet rustig neerzetten, zeg maar, en gelijk dat ding dicht doen. Dus ik moet hem voorzetten, vervolgens komt Jessie die niet weg moet lopen, vergeet ik mijn telefoon, ja, weet je, ik vergeet gewoon terug te lopen om dat ding dicht te trekken. En dat om 8 uur 's ochtends. Ga ons alom. Ja, dat werkt ook niet mee, hè? Die ochtenden bij mij zijn echt. Maar je stond nog net niet hier voor op de stoep. Uitverkoop, gratis meenemen. Stenen, gereedschap, fietsen, neem me mee, maakt niet uit. Volgende kar, komt maar. Ten rietwinkels, verticaal. Instappen maar, 9 gondels, dames en heren. Dan gaan we nog een keertje een rondje achteruit. Dus dat niet dus? Nee, dat niet. Nee. Ik ging gewoon met stille trom ging ik weg. Maar goed, allemaal goed gekomen. Hey. We hebben een goede buurt. Wat is... Mijn kat is echt... Die kat is... Dat is echt mijn vriend. Die kat is zo raar. Kijk dan. Nou ja. Houdt ineens aan de hanenkant. Ik praat s'avonds tegen hem. Even wachten, de scheiding zit niet goed. Die... Ja, dat is ook wel leuk om te vertellen. Die cactus... Nee, dat is niet waar. Nee, die is van jou. Die cactus is van mij. René heeft hem al een paar keer af willen danken. Zo lekker hoor. Nee! Ja, maar kijk, dit vind ik gewoon heel lelijk. Zodat hij dan ineens heel dun wordt. Ja, maar schat. We zijn allemaal niet perfect. Nee. Dus we kunnen niet zomaar iets afdanken. En dan krijgt hij een hanenkam. Als hij even een... Als mijn haar nou begint uit te vallen, ga je me dan ook wegzetten. Nee, ik hoef niet. Dan sturen we je gewoon naar Turkije. Zolang jij blijft betalen, vind ik het goed. Maar, ik kreeg net ineens een cadeautje. Ja. Nou, doe jij even filmen. Van de postbode. Dikke rasta. Ik ben benieuwd. Ik heb geen idee. Wat is dit nou weer voor leuks? Je ne sais pas. Je ne sais pas. No? Maar non, qu'est-ce que c'est? Je ne sais. Qu'est-ce qu'il y a? C'est toute une bonne histoire. C'est une romance d'aujourd'hui. Hoi. Hoi. Zullen we even gaan zingen? Voor jou. Nee, voor mij. Voor jou. Wat is het zee? Wat is het zee? Nou ja. En een... Kijk dan wat een leuke kaart. Boeps. Ellen voelt zich helemaal schuldig dat ze was vergeten dat ik mijn laatste chemotabletten had. Nou liefie, ik neem helemaal niks kwalijk hoor. Maar wel heel lief. Nou, ach. Nou, heb ik nou net even gewoon een hele leuke vaasje gekocht. Maar ik denk dat ze deze gekocht hebben voor het onzichtbare vaasje. Dat zou kunnen. Dat zou kunnen. Nou, het maakt niet uit. Misschien past die wel. Nee, dat gaat niet passen. Het ziet er wel kleurrijk uit dan. Ja. Hoe heet het? Droogbloemen. Ik heb natuurlijk mijn eigen
kleine vaasje nog, hè? Die ik zelf gemaakt heb. Maar dan gaat dit niet. Oh ja. Kijk nou, schattig. Mooi. Het is een combinatie. Ja, zijde en droog. Kijk nou. Dat is wel leuk, hè? Heel leuk. Zo eventjes echt goed kijken. Ja, er zit nog wat in. Niet waar. Er zit nog wat in. You lucky bastard. Oh, het vaasje zit er gewoon bij. Ja, is wel zoiets. Kijk hoor. Ik zit echt weer op een hele rare manier die doos open. Nee, dat gaat helemaal lekker. Had je trouwens ook al gezien dat ik iets leuks had neergezet op de lamp? Ja, snoepjes. Ja, jij denkt gelijk weer, ik prop hem vol, poepie. Nee. Jawel. Nee. Jij zei gisteren nog, daar kan op zich nog meer bij. En toen zei ik, ja, maar dat is niet de bedoeling. Nee. Maar hij zit toch niet helemaal vol, die pot? Nee, de poepie. Ach, is ook schattig, zeg. Kijk nou, de poepies. Ja, ga je dat nou doen, hè? Ja. Ik zat al meteen te kijken. Je kan ze er gewoon uitschuiven, schat. Heel goed. Ja. Oh, en ze... Oh, wat leuk. Ach, de schattie. Heel leuk. Heel nou, leuk. Ga jij ze eventjes decoraten? Ja, ik wil even mijn vaasje laten zien. Of ik dacht, misschien kan ik er wel een kaarsenkandelaar van maken. Maar ik weet niet of daar het gaatje groot genoeg voor is. Nee. Dankjewel, lieve zo. Love you. Het ziet er wel een beetje raar uit, hoor. Dit is hem geworden. De female. En de man. Oh, ik dacht dat het een woordgrap was. Female. Oh ja, oh ja. Kom op opnieuw. De fee en de mail. Ja. Hij heeft ook een piemel. Zij. Hen. Nee. Zij hebben een piemel. Nee. Ja, ik snap hem. Okay. Het is toch zij in één. Maar hoe vind je hem? Heel leuk. Ik vind hem heel mooi. Ja? Ja. Voor de allereerste keer? Ja, daarom. Ja, toch? Nee, ik vind hem hartstikke leuk. Ja, dus, maar ik denk wel dat het gaatje te klein is voor een... Helaas. Dit is een vaas waar niks in kan. Nee, ik zou er op zich een heel klein bloemetje in kunnen doen. Maar ik dacht ineens, misschien is die ook leuk als kaas. Ja, dan moet je zo'n hele dunne kaas kopen. Hij zou wel grappig zijn zo, of niet? Kan. Kan. Een hele kijken. Dunne kaas. Ja, is een hele dunne. Of deze gewoon een beetje erin smelten, dat zou ook nog kunnen. Ja. Leuk, poepie. Goedemiddag! Hi. We hebben weer wat leuke dingen te laten zien. Namelijk lampen. Ja. Hadden we die vorige al laten zien? Ja. Maar nog niet met de lampen erin? Nee, die hebben we er pas in gedaan. Ja. Het rekje is binnen. Sergio heeft hem opgehangen en hij hangt op de goede hoogte. Dus die draadjes die kunnen er in principe af. Hoppakee. Ja, ik heb nu dus mijn telefoon niet bij de hand, maar we kunnen ze dimmen met de telefoon. En ook aan- en uitzetten met de telefoon. Ja, het is dus een smartlamp. En in principe blijft hij wel op dezelfde licht staan als dat we hem uit hebben gezet, toch? Ja. Dus dat is ook fijn. Dus als je denkt van nou, dit vind ik altijd een gezellig lichtje, dan start hij daar ook in op. Ja, het geeft echt gelijk weer een heel stuk meer licht. Ja. Nu is het natuurlijk licht, dus ja, valt het even wat minder op. Maar we zijn er heel blij mee. Au, stond een stoel. Stond hij er net ook al? Ja. Ik hoop alleen wel dat bloem het gaat doen, de plant. Omdat hij nu minder licht heeft? Nee, omdat hij gewoon nog steeds van het verpotten een beetje... Van slag is. Van slag is, inderdaad. Ja. Nou ja, we gaan het meemaken. Precies. En we hebben nog een lamp. Voor de slaapkamer was die, hè? Ja, de slaapkamer. Dan komt er nog een aan. Dezelfde voor in de kleedkamer. Dus even kijken welke we als eerste op gaan hangen. Komt er nog een? Ja, dezelfde. Dezelfde? De twee dezelfde? Ja. Kijk.
Ja. Veertjes. Ja. Ik dacht, wat past er nou bij? Sorry, wat wil je zeggen? Ja. Ik kan zeggen, we hebben een knuffelmuur en een knuffellamp. Ja. Nou ja, precies. Het past gewoon heel goed erbij als het goed is. Ik vind de grootte ook prima. Hij zit opgevouwen. Ja, dat weet ik dus niet. Ik denk dat dit het is. Ja? Oh, ik dacht dat die bol was. Dat dacht ik ook, maar ik durf niet zo goed... ja, daar komt hij al. Nou, ik denk dat dit het is, alleen... Ik denk dat je aan twee kanten moet trekken. Nee, want er zit geen... er zit... Juist, daar komt ie. Ja, ik denk voordat ik deze pauw voor de tweede keer vermoord. Ja, die veertje gaat een beetje zakken nog. Zou die dan... Wil je hem zo? Of zo? Nee, zo. Ja. Ja, leuk. Ik denk dat die echt super past. Daarbij. Ja, en dus, de grote ben ik dus ook blij mee. En dezelfde, dus dat moet wel een beetje bij elkaar blijven passen. Je kan hem ook neerzetten als een staanlamp. Ja, ik kan meerdere opties doen, inderdaad. Leuk! Ja, ik vind hem... oh ja, dit moet er wel zo in. En dan blijft hij natuurlijk mooi openstaan. Je ziet alleen helemaal niks te diveren. Nee, daarnaast. Wat krijg je hier binnen? We zien het zo wel even als jij hem hebt opgehangen. Yes. Ja, ik ben er blij mee. Dus ik hoop dat het een beetje sfeer. En dat is een Engelse ja. Ja. Dan, ik ben een speciale uitvoering. Goed hoor. Je bent door de sollicitatie heen. Sergio gaat vanavond de lamp even ophangen. Hij is nu weer druk bezig met de oprit. Ga ik jullie zo ook even laten zien. Maar als eerste even deze tusschattige kopjes. Ik had er al één van. Omdat ze vrij prijzig zijn, had ik het er eigenlijk altijd met bijeen gelaten. Namelijk de leukste met het kusje. En nu liep ik langs de winkel waar ik hem al eerder had gekocht. En ze hadden een 50% uitverkoop. Dus toen dacht ik, that's mine. Kijk dan. Dit is toch gewoon niet te doen. Echt schattig. Ze hadden dus alleen nog maar die en die. Maar ja, ik vind ze zo schattig. En dit is mijn favorietje natuurlijk. Maar ze zien er ook gewoon zo schattig uit. Ik ga even lopen naar Sergio, want die is druk bezig met snijden en weet ik het allemaal. Hij is zo goed bezig, echt niet normaal. Ik blijf heel eventjes binnen staan, want zoals je ziet komt er van alles vanaf. Maar hij is super goed bezig en het gaat nu ook al een stukje sneller. Zo, Sergio is super goed bezig met de rotstukjes. He, heel veel snijden nu. Ja, het is heel veel snijden en het was handig geweest. Dan heb ik een verkeerde steen gepakt. Kijk, past gewoon gelukkig. Ja, nou ja, gelukkig zijn het allemaal zo goed als dezelfde afstanden die ik heb gemeten. Ja, het was handig geweest als we een iets grotere slijptol hadden. En dan kun je er in één keer doorheen en dan moet ik elke keer het steentje draaien en zo. Dat is een beetje tijdrovend. Maar het gaat niet onaardig. Nee, want hij heeft dus nu ook deze aan onze kant al gelegd. Dus de bovenkanten en de zijkanten worden dichtgemaakt. Ook wij krijgen een opstapje hier zo. En hier komt dan uiteindelijk zo'n leuk perkje. Nou, goed bezig gaat hij. Thank you. Eet ik een Mario of Luigi?
Jesse Silver heeft zijn eigen pizza gemaakt. Oh, wauw. Heb jij een mooie pizza gemaakt, Jesse? Wat zit er allemaal op? Champignonnetje. Ja, champignonnetje en een eitje. Een eitje en een essen. Ertjes. Wauw, lekker zeg. Nou, smakelijk eten. Eet. Ja, ik heb hem een beetje gesneden. Ja. Omdat je alleen deze stukjes nog los trekken. En dan kun je eten. Hij is wel warm, hè? Pas op je mond. Zo, dat ziet er lekker uit, jongen. Ik proef gewoon een ei. Proef je gewoon ei? Nou, dat is maar goed dan ook, hè? Oh. Smakelijk eten, Jesse. Nou, schatje. Ik zal het wel even schoonmaken. Heb je gemorst? Gekkie. Hi, Moppie. De andere lamp is ook binnengekomen. Oh, lekker. Weet je wat het is? Hoor? Oh. Er zit drank in. Ook lekker. Maar ik had heel erg dorst. Kijk, dit is de lamp boven het bed. En diezelfde, die gaan we dus in onze inloopkast hangen. Ja. En dan hebben we gewoon lekker twee kamers gedaan. Ja, in ieder geval met lamp. In ieder geval met lamp, ja. Dus ik zou zeggen, tot zo. Daar zijn we weer. De camera heeft er moeite mee. Zo in het donker en ineens licht aan. Ja, dat zal. Ja, daar ben je hoor. Yes. Woehoe. Toppie. Ja, je moet hem inderdaad nog even feunen, schat. Ja, maar ik dacht dat hij al gefeund was en dat we daardoor hem wel een beetje konden... Nee, ik denk dat je als je hem feunt, dan wordt hij... Nee, niet doen, schat. Oh. Als je feunt, dan wordt hij heet en dan kun je hem weer een beetje vormen. Meer buigen. Ja, ja precies. En qua hoogte hangt hij hetzelfde? Nee, hij hangt iets hoger, denk ik. Deze hebben we wat oranje. Wat warmer meer. Dicht. Meer oranje gedaan dan deze. Maar volgens mij is het dezelfde hoogte. Maar dit is prima toch? Want we gaan daar in principe niet onder staan. Ja, nee, dat dacht ik dus ook. Alleen eronder zitten. Ja. Ik ben er blij mee. Ik ook. Kijk, nou hebben we ook gewoon licht. Ja. Toch gewoon weer, mooi licht. Gewoon mooi licht. Gewoon mooi licht. Gewoon mooi licht. Gewoon. Ja. Ik wil je nog even vertellen waar we achter zijn gekomen met de oprit. Voordat we gaan afsluiten. Nee. Nee. Oké, dat horen jullie in de volgende vlog. Want we hebben weer wat hoor. Hopelijk vonden jullie dit een leuke vlog. Doe even een duimpje omhoog. Vergeet niet te abonneren, belletje aan te zetten. Zodat je alle video's weer meekrijgt als je iets uploaden. En we zien weer heel graag je reacties. En dan zeggen we voor nu een hele fijne avond en tot de volgende video. Ciao.